de 30% aandelen van de staat in de Saramacca-concessie van Rosebel Gold Mines, IAMGOLD, zal door Staatsolie worden overgenomen. President Desi Bouterse heeft vandaag op een persconferentie gezegd dat het dom zou zijn om de aandelen te verkopen. Staatsolie en de multinational zijn nog in onderhandeling met elkaar. Aanvankelijk was de verkoop van de aandelen voor $75 miljoen zo goed als beklonken, de Raad van Ministers had al goedkeuring hieraan gegeven. De wijziging van de Delfstoffenwet was al bij de Staatsraad voor advies, vanuit de oppositie kwamen vanaf het begin protesten over de verkoop. Uiteindelijk vroeg ook de NDP-fractie de president om deze kwestie in heroverweging te nemen, Bouterse besloot de verkoop af te blazen en trok de ontwerpwet in. Staatsolie heeft al 25% aandeel in de Merianmijn van Newmont, de president voert aan dat Staatsolie een gerenommeerd bedrijf is en internationaal ook goed te boek staat. Hoe de overname precies plaatsvindt en wat de voorwaarden zijn, is niet duidelijk geworden op de persconferentie. Uiteindelijk zal bij wijziging van de situatie deze kwestie voorgelegd moeten worden aan de Nationale Assemblée. Aangezien de participatie van de staat via NV1 goedgekeurd is door de volksvertegenwoordiging.